Laiti Lim Hokkun van VOJ Albina is afgelopen zaterdag de winnaar geworden van de 6e editie van de Happy Spelling Bee. De finale vond plaats in de ballroom van Hotel Torarica met leerlingen van de geselecteerde scholen. De Happy Spelling Bee competitie begon in oktober 2011. Shanice Suroharjo van de Matura School is op de tweede plaats geëindigd. Twee leerlingen van de J. Hira Singh School, Ashton John en Rebecca Graham, gingen er vandoor met de vierde plaats en Van der Kust van de Hendrik Sylvester School nam de vijfde plaats in. Monifa Brown zegt dat de stichting de Spelling Bee organiseert om de Engelse taal bij leerlingen te bevorderen. Het doel van deze competitie is om de Engelse taal te stimuleren voor jongeren van nu. Wij willen ook dat onze jongeren, zolang ze op vakantie gaan, dat ze ook de Engelse taal goed beheersen, dat ze in ieder geval de basis kennen. Na een paar keer deze competitie succesvol in Suriname afgerond te hebben, hebben we ook een competitie gehad in Nederland. We hebben heel veel sponsoren gehad. Door de jaren heen hebben we eigenlijk meer sponsoren gehad dan wat we normaal krijgen. Dit jaar dan iets minder, ook wat u net zei, de economische situatie. Maar ondanks alles hebben we toch ervoor gezorgd dat de mensen komen met een blij hart en dat de spellers komen om te spellen. De National Happy English Spelling Bee is een visioen van de grondlegger Monique Brown, directeur van stichting Leren voor een Goede Toekomst. De stichting is al jaren bezig met het begeleiden van leerlingen in de kunst van de Engelse taal.